Leuk dat je kijkt naar Warner in Finland. In deze eerste aflevering zie je de heenreis van begin tot eind. Veel kijkplezier. Dames en heren, welkom op Schiphol, de nationale luchthaven van ons prachtige land. En hier ben ik om op weg te gaan naar het prachtige Finland. En ik neem jullie mee op reis, zoals ik dat ook eerder heb gedaan in Malawi. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ging even iets mis, Mika? Hoi Warner. Hoe laat is het? Vroeg. Dat daar is het vliegtuig waarmee wij zo naar Oslo gaan. Misschien kun je de piloot wel zien zitten. Ja, je ziet daar iemand in de cockpit zitten. Wacht. En vanuit Oslo gaan we dan naar Helsinki. Dat is niet de eindbestemming. Dan moeten we nog naar Menta Vilppula, of hoe je dat ook uitspreekt. Die Finse taal is echt raar. Let's go! Yeah. Ah ja, dat is al leuk. Willen jullie nog iets zeggen? Ja! Het is ook gewoon 2 jaar geleden dat ik gevlogen heb en dat heb ik ook gefilmd. Dat was namelijk Malawi. Dat was de laatste keer dat ik in een vliegtuig... Nee, wacht eens even. Ik heb nog een keer met mijn Hannes niet echt. Nog een keer met mijn oom in een vliegtuig gezeten. Wauw. De kans is gewoon te nemen met een auto ergens in de Apple eind. We gaan er nu in. Waar gaan we in? Vliegtuig. Wauw. Jij kust de straks in boek. Goedendag. Kijk, kan je zelf nog? Eens even kijken. 15F. Dat is deze stoel. In het vliegtuig samen met... En... En dan moet je jezelf eens even voorstellen. We zijn in Noorwegen, stap 1. En nu nog door naar Helsinki. Vlucht nummer 2 naar Helsinki. Hey, hey, allemaal vrolijk doen. Nee, niemand doet vrolijk. Olivier is altijd vrolijk. We zijn in Finland! En nou gaan we op zoek naar een bus. Iemand nog wil roken? Er zit daar zo'n Chinees, die zit daar echt zo van, fuck, ik ben gefilmd. Leuk verhaal. Finland, jee, het sneeuwt hier. Nee, het sneeuwt niet, maar het ligt wel sneeuw, maar dat is vrij logisch. Daar kijken ze hier ook helemaal niet van op. Het ligt hier ongeveer, wat is het? Nou, een paar centimeter sneeuw, maar dat vinden ze hier in ieder geval heel weinig. Daar staat een bus in een vreemde kleur en daar gaan wij instappen. Ik ga stoppen, want ik film zonder handschoenen en dat is koud. We rijden dus nu op een snelweg en er is letterlijk helemaal niemand. Oh, okay, nee, daar was net iemand. Ja, je verpest mijn hele shotauto. Maar ja, jij weer. Ik zei dat er helemaal niemand was en er rijden opeens auto's. Ik heb kritiek.
Je hebt kritiek. Ja, ik zeg 2 burgers. Ja. En dan zegt zij 2 burgers, not a meal, only meal. Oh ja. Ga je dan je money showen? Ja, dus bij even shout-out naar de Hesburger. En bij de Hesburger kun je een Peconiateria. Nou ja, dat. En Erben heeft in zijn beste Fins besteld. Sinds wanneer krijg je het? Ja, ik zeg van Peco. En het ga ik zo ook doen. Binnen. Nader zat natuurlijk gelukkig nieuwjaar, laat hij met dubbele tong. Gelukkig nieuwjaar, vraagt de barman. Het is al bijna februari. Echt waar, zegt de dronken man. Dan zal mijn vrouw zich wel afvragen waar ik blijf. Dit is een parkeerplaats, niet in Menta, maar in Jamta, of hoe spreek je het uit? Jamsa, nou dat. En dat is een plek waar er een paar uitgaan, die hebben hier gastgezin. Wij moeten alleen nog 40 kilometer verder. Dus Femke, wat ga je doen als je daar komt? Iedereen heel enthousiast om te groeten. Hoi, ik ben Femke. Allemaal vragen stellen waarschijnlijk. Als het me niet awkward wordt, dan is het nou. En ik hoop dat er zusjes en broertjes van ik gaan. Het ziet er heel gezellig uit. Het is een soort kerstfilm, zeg maar. En dat is dan het huisje. Echt heel knus en gezellig. En hoog. En houterig. En dan bedoel ik dat er gewoon veel hout in zit. Ik ben nu dus in Finland en ik heb een cadeautje meegenomen. Dat is een kaas met kaasschaaf. En dat ga ik nu even geven. Ik ben benieuwd of ze het leuk vinden. Dat betekent toch wel. Dat is toch leuk. Kaas. Een hele goede morgen. Het is 7:30 ochtends. Ik gebruik night shop, want het is heel erg donker. Het wordt hier pas licht rond 11 uur, heb ik me laten vertellen. Er was gisteravond wat onduidelijkheid over welke kon filmen. Ze hebben nu toestemming gegeven dat ik gewoon kan filmen in en om het huis. Alleen, ik heb dat vanochtend niet gedaan, want we zijn een beetje laat. Ik kan natuurlijk niet te laat komen op mijn eerste Finse schooldag. Dus we zijn nu met veel haast in een auto over een weg. Nou, ik zie alleen maar sneeuw in plaats van weg. Zijn we aan het rijden. We zijn nu op weg naar de school van mijn Finse uitwisseling student. Had ik überhaupt al gezegd dat het om een uitwisseling gaat, dat ik in de gastgezin zit. Dus had ik dat eigenlijk al wel gezegd. Nou ja, ik ben zo'n slechte presentator. Ik zie jullie wel weer op school. Ja. Leuk Fins huis. Oh, dat kun je niet eens zien. Dat valt tegen. En wat ook tegenvalt is dat dit het einde is van aflevering 1. De volgende keer zie je de Finse school. Krijgen we een lunch in de kantine. Gaan we een Finse lekkernij bakken. En ga ik rijden over het ijs. Tot dan.